Goedemorgen. U kijkt naar het weerjournaal van weerplaza.nl. Op veel plaatsen boven Nederland hangt lage bewolking en lokaal komt ook dichte mist voor. Maar het lost in de loop van de ochtend allemaal vrij snel op en gaat met name in de zuidelijke helft van het land de zon toch flink schijnen. Boven Duitsland liggen voor het noordoosten van het land toch behoorlijk wat wolkenvelden klaar en misschien dat daar vanmiddag een enkel buitje uitvalt. Vanochtend dus lokaal eerst mist en dan later een ochtend vooral in het zuiden zon, elders wolkenvelden en ook zonneschijn. De meeste wolken dus in het noordoosten van het land, de temperaturen daarbij zeker niet laag met 15 of 16 graden. Vanmiddag is het dan bijna overal droog, wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Misschien dat in het oosten en noordoosten van het land heel lokaal een buitje valt, maar ook daar zal het op de meeste plaatsen gewoon droog blijven. De temperatuur 17 graden in het noordoosten van het land tot zo'n 20 graden in Zeus Vlaanderen en daarbij staat maar een zwakke tot een matige oosten tot noordoostenwind. Vanavond en ook vannacht zijn er weer brede opklaringen. Misschien dat er lokaal ook opnieuw wat mist ontstaat, maar er zal ook zeker wat lage bewolking voorkomen, zeker in het binnenland. De temperaturen daarom een stuk minder laag dan de afgelopen nachten, 7 tot 11 graden. En de wind die blijft zwak, dus vandaar dat het op sommige plaatsen toch alsnog een tikje mistig kan worden. Morgen dan opnieuw een best aardige dag. Eigenlijk min of meer een herhaling van vandaag, maar dan met iets hogere temperaturen. In het noordoosten en oosten van het land kan misschien weer een enkel buitje vallen. Maar de temperaturen 18 graden in het noorden en op veel plaatsen in het midden en zuiden van het land zo'n 19 of 20 graden. En opnieuw weinig wind. De komende dagen dan zitten we een lichte verandering aan te komen. Woensdag lijkt het dan grotendeels droog te blijven met vooral in het zuidelijke helft van het land veel zonneschijn en temperaturen rond 20 graden. Vanaf donderdag dan wordt het wat onzekerder. Een enkel model laat een storing over het land trekken met wolken en regen. En andere modellen houden het weer droog. Volgens nog wisselend bewolkt, misschien lokaal een spatje regen, maar op de meeste plaatsen droog. De wind begint al naar het zuidoosten te draaien en wordt ietsje sterker. En dat is dan meest matig, windkracht 3. Vrijdag dan lijken er wel een aantal buien te gaan vallen. Dan nog altijd 19 of 20 graden. Dan al een matige zuidenwind. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl.